Dit doe je zeker vast. Hij staat toch? Je lijkt een soort kanonier. Denk eens aan mijn scheidsrechter. Wat ik weer moet doen. Ik moet vreselijk om uit kan lachen. Oh. Weet je wat ik nou een beetje verdrietig vind? Nou? Dat we gezocht hebben naar een heel mooi plekje. Ja. Met uitzicht op de baai. Met de achtergrond ons huis. En dat jullie met je rug er naartoe gaan zitten. Ja, ja, dat hebben we de hele week al. De artistiek gevoel, Rick, daar kun je niets aan doen. Ik heb eens denk ik me omdraaien. Ja. Maar begrijp je dat het een beetje pijn doet? Ja, ik begrijp het. Kijk, jij hebt natuurlijk al veel meer fijn. Dus als jij het nou doet, dus jij pakt dat hoekje. Ik geloof dat Ellen voorligt. Zo. Het is heel gevaarlijk, zo. Dan ga ik proberen lucht te maken. Dat is het gevaarlijkste dat er is. Het lukt altijd. Ik begin toch lekker. Hoe doe ik dat nou? Tranen zijn, het is wenen gewoon. Lopen mijn arme tranen over het doek heen. Ja? Ik vind het leuk, je moet wel ondertekenen. Ja. Anders is het niks waard. Ja, anders is het niks waard. Nee, dat is natuurlijk, ja. Wil je er uitleg bij geven of is het, nou, spreekt het voor zich? Het is dus een bremlandschap, ja, in de buurt van Saint-Tropez. Ik vind die helblauwe achtergrond vind ik ook zo leuk. Innig vrolijk geheel. Daar heb ik heel erg mijn best op gedaan. Ja? Daarom ben ik ook zwaar beledigd. Waarom? Nou ja, het Edgar. Wat zei hij ook weer? Die bitterballen. Je vindt het niet jaloers, ach, jaloers. Het is een beeldige, ja, groene. Ja, je kon het niet hebben, oh, natuurlijk. Vind je een beetje behalve? Ja, een schaal wat tegen de achtergrond de lucht heeft. En er liggen rode bitterballen op. Herken je er niet? Oh, het is Ellen Vogel. Ja, een van haar glansrollen werd vertolkt tussen de bomen. Wat voor kleur haar had je? Rood. Rood? Ja. Oh. Stevig rood. Mijn broer ook. We waren rooien. Mm. Ja. Oh, dat werd geroepen natuurlijk ook. Rood haar en Ebbenhout zijn zelf op goede grond gebouwd. En de rode vuurtoren zonder licht. Nou, dat vind je vreselijk natuurlijk, mm, als kind. Maar bij ons thuis kwamen zoveel artiestenvolkje. Heel veel schilders ook. En nou, die riepen altijd, want mijn zusje was beeldschoon. Hè, want ik heb een heel mooi zusje gehad. Het is ook helaas zo. Prachtig mooi zusje. En, maar mij wilden ze altijd schilderen, terwijl ik helemaal niet zo mooi was. Maar ik had het rode haar en die witte huid en die sproeten. En daar vielen ze op als schilder, zou ik maar zeggen. Mm. Want mijn moeder zei, ik begrijp het niet, ze wilde Tanja nooit. Ze wilde altijd jou, dat witte kind, zei mijn moeder. Die dat met erg veel humor deed, hoor, want ze vond me ook prachtig. Mijn moeder vond altijd kinderen prachtig, dus dat was het niet. Maar gewoon een beetje plagend, zei ze dat. Want Tanja was echt heel mooi. En ik, ja, nou ja, maar zo. Jij was toch ook mooi als meisje? Wel, nee. Ach ja, natuurlijk. Wel, nee. Ach. Nee hoor. Nou. Maar die schilders... Mag ik dat zelf even bepalen? Hè? Nou, dank je wel. Maar ja, die schilders die vonden dat beetje doorschijnende kind vonden ze leuk, geloof ik. Hier speel je de Gijsbrecht. Dit is, ja, Badeloch in Gijsbrecht, ja. Ja. Mm. Je staat er ook echt als een koningin. En ik was een van de jongste badeloggen die er toen ooit geweest waren. Maar die houding heb je altijd gehad, die heb je nu nog, dat rechte, dat koninklijke. Ik heb veel gehoord in mijn jeugd recht zitten. Recht zitten? Als kind, ja. Ja. En duidelijk spreek ik, versta je niet. Dus waarschijnlijk, daarom vinden een hoop mensen dat ik verschrikkelijk overdreven, keurig articuleer. Maar dat zit er van klein kind al in. Ja. Zo van, wat zei je? Kan je niet verstaan. Duidelijk praten, weet je wat dan? Maar je bent natuurlijk een keurige dame ook. Ja, dacht je? Ja, ja, dan zo kom je over. Ja, zo. Ja. Oh, dat is het dubbele. Mensen hebben geen idee hoe ordinair ik kan zijn. Maar goed, ik heb de image van de keurige dame, ja. Ja. Als je dat voor het eerst ontdekt, ben je daar ontzettend verbaasd over. Want je kent jezelf natuurlijk heel goed. En dan van ja, je bent zo'n keurige beschermd. Ja, nou ja, goed, dat is mijn image. Ik kan er ook verder niks aan doen.
Dit is een, lijkt me een film-echtpaar, hè? Nou ja, gefotografeerd op een luchthaven. We waren toen erg verliefd. En dan, dan zie je er altijd wel goed uit, hè? Ja, verliefdheid maakt mooi. Ja, absoluut. Absoluut. Nou, we waren toch al bejaardere types. Ik geloof dat ik toen 53 was. En, ja, en Jimmy ook zo in die buurt. Maar ja, dat is ontzettend leuk als je op latere leeftijd nog een hele grote liefde ontmoet. Dat is enig. Ja. Dat is een, nou ja, ik vind het een geschenk van de goden. En daarbij is het ook nog zo'n ontzettend schattige, leuke, lieve man. En nou, je 50ste, ik hoop dat ik hem nog lang mag behouden. Plotseling sloeg het aan. Rats, boem, fladder. Weer zo'n verliefd. Enorm verliefd, mag ik wel zeggen. Ja. Ja. En dat had je niet meer verwacht? Nee. Nee, natuurlijk. Ik dacht van, nou ja, count your blessings. Ik had tevreden. Een hele nare slechte tijd wat het werk betreft achter de rug. En toen dacht ik, nou, ik heb 100.000 interesses. Dat werk, dat zal waarschijnlijk nooit meer echt geweldig worden. Ik ben gezond, ik heb een kind. Dus nog een prima leven. En toen was ik meteen over mijn dieptepunt heen. Want als je positief denkt, dat mag helpen, niet waar? En 2 dagen later stond Jimmy op bij mij op de stoep en ratsboemvladder en toen was het zo fijn. Ja. Jij dacht, ik koop ze lekker ongepeld? Ik had ze gewoon of rauw of gekookt gepeld willen hebben. Maar ik zag ze daar nergens liggen op de markt. Jij kookt altijd thuis? Ja, ik kook eigenlijk altijd. Ook als ik alleen ben, maar thuis ook. Mijn vriend houdt er dus niet van om te koken. Hij vindt het ook niet zo erg lekker om te eten. Hij vindt... Je partner kookt niet? Nee. En die relatie blijft goed? Na 31 jaar geloof ik, ja. Nee, dat gaat echt heel goed. Ik vind het gewoon heel leuk om te doen. Nee, ik vind dat je aan tafel elkaar het beste leert kennen. Dat je dan de rust hebt om... Je hebt de rust om met elkaar te praten en je ziet ook hoe mensen op eten en dingen reageren. En, nee, ik vind het... Ze drinken er meestal dan een slokje bij en alles bij elkaar. Wordt het huiselijk en intiem. Ze doen hier ook overal knoflook in, hè? Ik thuis ook. Oh, jij thuis ook? Ja. Nee, dus het is niet typisch Frans? Nee hoor. Heel Indisch ook. Jij vertelde dat je altijd sambal bij hebt. Ik vind om zonder sambal eten te eten vind ik heel vaak flauw. Ik neem zelfs ook naar een Italiaan ga of zo. Dan neem ik meestal een klein potje in de tas mee. Want ik vind dan, Italiaans eten hoort erbij ook sambal bij, want ik eet het eigenlijk als bami. Het is alleen te gebruiken voor eten, of is het ook goed tegen muggenbeten en... Nee, dat net niet. Dat niet. Want als ik niet geprobeerd heb, ik het zonde vind. Maar het schijnt dat die pepertjes zo ontzettend gezond zijn, hè? Die zijn ik geloof dat ik mijn leven te danken heb aan die hele kleine rabbits. Die hele kleine... Die in het kamp gegeten hebt, ja. Die pikte ik van de bomen, terwijl we op het land moesten werken. En als ik er jou in geef, dan loop je gillend het zwembad in. Ik had het zout op mijn rug, want je had allemaal zout op je rug van transpiratie die verdampte. En dan likte je aan zo'n pepertje die op je rug en die vrat je zo op. En dat is 1 bommetje vitamine C. Dus, het was heel gezond. Ja. Maar jij zegt, die hebben me zelfs in leven gehouden, denk ik. Ja. Want ten eerste had je geen honger meer als je die ding nam, want die brandde je eigenlijk dicht. En ze waren heel hoog vitaminehoudend. En eten kreeg je niet? Of veel te weinig? We kregen 1 keer per dag een schep met stijfsel. Dus sagomeel met water. 1 keer per dag 1 lepel? Ja. Ja, dat is natuurlijk niet al te veel. Nee. En wel werken de hele dag? Ik moest
Vijverschaven. Vijverschaven? Ja, dus dan met je kop onder water. Toen ze wat verder waren, moest ik onder water en dan met zo'n mandje modder scheppen. En die moest ik dan geven aan mijn broertje die ernaast stond. En die moesten dan op de berg gooien. En hoe oud was je toen? 10, 11 jaar? Ik was 11, 12. En hij was 3 jaar ouder. Nou. En dan elke dag? Elke dag. En hoe lang? Dat hebben we 2 jaar moeten doen. 2 jaar moeten doen? En toen ben ik de zoutmijn ingegaan. De zoutmijn? Ja, dat was erger. Toen hadden we zulke dikke voeten van het zout. Dat, als jongetje van 12 jaar de zoutmijn in. Ja. Onder het regime van de Jappen. Ja. Het was namelijk de bedoeling van hun om iedereen die ouder was dan onze groep, die moesten allemaal doodgaan. En deze groep moest gewend zijn een soort slavenwerk te doen. Dus dingen die ze zelf er geen zin meer in hadden. En daar werden wij dus voor opgeleid, zou je het kunnen noemen. Ja. Dat is heel erg, maar je zegt het toch een beetje met een glimlach. Het is toch over? Die bladzijde is omgeslagen. Als ik denk aan een jongetje van 12 jaar, wat een zoutmijn. Ja, maar ik ben nu nog geen 12 meer, dus het was voor toen vreselijk. Ja, maar je kunt toch met verdriet hebben met terugwerkende kracht? Nee, daar schiet je niks meer op. Ik koop er geen brood voor. Nee, je koopt er geen brood voor, maar het kan je overkomen. Ja, maar dan moet je het proberen zo gauw mogelijk weer van je af te zetten. En naar een volgend doel toe gaan. Je beseft gewoon dat je dit aan kan. Je hebt die periode aangekund, dus je kan alles aan. Hm. Ik ben ook voor niks meer bang. Nee? Nee. Het kan nooit erger worden, klaar. Ja, ik ben bang voor hele enge ziektes of zo. Want dat lijkt me dan nog erger. Maar nooit meer bang, omdat je eigenlijk zoveel angst hebt gehad dat erger kan niet. Nee, erger kan dan dat kan dan niet meer. En ergere eenzaamheid kan je ook niet hebben van toen mijn broertje doodging. Dus ik bedoel, ik heb dan toch alles gehad wat vervelend is. Dus alles wat je nu krijgt is alleen maar prettiger. Nou, ik zie een heel leven als partjes. En het ene part is leuker dan het andere part, maar ze hebben allemaal doel. Ik heb hele gunstige dingen ook in het kamp geleerd van dat je positief leerde denken en dat je er sterker van werd, dat je er niet, wat ik dus heb gehad, het verwenden, dat is eruit gegaan. Dus ik bedoel, dat zijn toch positieve dingen? En zo kan je het ook bekijken. Ja. Dus, en zo wil ik het ook bekijken. Het is even een ander onderwerp, maar ik vind dat jij echt een mooi hoedehoofd hebt. Je zou een topmanneken zijn hoor. De hoedehoofd. Bij jouw hoeder. Ja. Nee, je mag ook de kleren ook toch doen. Dat mag ik ook nog doen. Had je een hoed toen je trouwde? Nee. Nee? Nee. Ik ben getrouwd met de vader van mijn zoon. Ja. Dat was pal na de oorlog. Ik geloof 2 of 3 maanden na de oorlog. En wat ik aan had, dat was gemaakt van een geborduurtafelkleed van mijn moeder.